Een van de belangrijkste religieuze en sociale ontwikkelingen op Nederlands grondgebied in de late middeleeuwen is de moderne devotie. Een brede spirituele beweging die in gang werd gezet door Geert Grote. Hij trok als prediker langs vele middeleeuwse steden om een evangelische levenswijze uit te dragen. Hier en daar riep hij weerstand op, maar hij vond toch vooral weerklank. Tegelijk met zijn prediking zette hij in Deventer een beweging op. En het resulteerde al snel in de oprichting van het Meester Geertshuis, bewoond door vrouwelijke geestverwanten, de zogenaamde zusters van het gemene, oftewel gemeenschappelijke leven. Al snel daarna volgde de oprichting van het Heer Florenshuis, bewoond door de mannelijke broeders van het gemene leven. Samen met de succesvolle verspreiding van verschillende teksten kwam zo een vernieuwende religieuze beweging tot stand. In het boek De Moderne Devotie, Spiritualiteit en Cultuur vanaf de late middeleeuwen onder redactie van Anna Dlabacheva en Rijklof Hofman wordt in 100 hoofdstukken een rijk geïllustreerd overzicht van deze beweging geboden, bedoeld voor een breed publiek. Het boek laat zien hoe invloedrijk de moderne devotie in de late middeleeuwen in ons eigen land was, maar ook in de omringende landen en hoe deze invloed tot op de dag van vandaag doorwerkt. Het boek is opgebouwd uit verschillende delen. Over de start van de moderne devotie vanaf Geert Grote naar een deel over de praktijk met hoofdstukken over de verschillende huizen die werden opgericht, de weerstand die men ondervond uit geestelijke en stedelijke hoek, maar ook over de dagelijkse invulling binnen de kloosters, de teksten die geschreven werden en ook een speciaal deel over de vrouwelijke inbreng en invloed. Elk hoofdstuk heeft een kleur die correspondeert met één van de drie bewegingen binnen de Devotio Moderna. Daarnaast zijn er ook andere hoofdstukken en kleuren waarin de devotie vanuit een meer culturele blik wordt beschreven. De rode hoofdstukken bespreken de broeders en de zusters van het gemene leven, zoals het hoofdstuk over de officiële erkenning door de Utrechtse bisschop. Een belangrijk moment nadat er zelfs een onderzoek door de Inquisitie was ingesteld. Natuurlijk wordt het eerste klooster in Winnesheim beschreven, maar ook het kapittel van Sion, een kloosterverband in het westen van Nederland. Deze kloosters vormden in de 15e eeuw mede de bakermat van het Hollandse humanisme met Erasmus als grote naam. Alhoewel de grote humanist maar weinig goede woorden over had voor de moderne devoten. Geen goede boeken, heel de dag maar bidden en een te streng regime. Op vergelijkbare maar minder uitgebreide wijze komt ook de tertiarische beweging aan bod, met onder andere een hoofdstuk over een verzameling van 72 vaak korte preken onder de titel Jezus Collatien, oftewel preken van Jezus, vol allegorieën bedoeld als spirituele inspiratie. Sowieso blijkt uit dit boek maar weer hoe omvangrijk het aandeel van deze beweging is geweest binnen de Nederlandse cultuur, religie en literatuurgeschiedenis. De moderne devoten hadden een enorme handschriftenproductie en vertaalden het Nieuwe Testament in de volkstaal. Het getijdenboek van Geert Grote en de navolging van Christus van Thomas van Kempen golden als religieuze bestsellers. In de laatste hoofdstukken tonen de auteurs hoe dit erfgoed doorwerkt en dat er nog steeds spirituele restanten te vinden zijn in enkele Europese kloosters.